Spreekwoord luidt, men is nooit te oud om te leren. En een goed voorbeeld daarvan is Agnita Gusherit Mansour. Zij is 78 jaar oud, is een bezige bij en volgt momenteel ook nog een cursus constructielessen bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO. Ik ben een bezige bij, ik ben altijd bezig. Hè? Ik heb 40 jaar in Holland gewoond, ik ben lerares en ik heb daar ook vele studies gedaan. En toen ben ik hier gekomen en toen heb ik een stukje grond gekocht op Peperpot in Kommewijnen, dicht bij het water, tenminste tot bij het water. En dan ben ik een rozenkwekerij begonnen. En ik heb heel veel dingen daar, die ook kleine dingen die gelast moeten worden, als bijvoorbeeld een oog bij een poort of bijvoorbeeld een deel van die kast is niet goed, het moet gelast worden. En toen dacht ik, nou ja, als ik een lascursus volg, dan kan ik kleine dingetjes zelf doen. Anders moet ik iemand helemaal uit de stad laten komen. En dan moet je ook nog wachten, want het is een lassers zijn heel zeldzaam. Je hebt weinig goede lassers in Suriname. Dus daarom ben ik het gaan doen. En ik vind het ook leuk nog, want ik heb ook dus een tijdje op de kunstacademie gezeten. Dus ik weet ongeveer wat zo'n cursus inhoudt. Ik vind het eigenlijk een uitdaging. Ik hou van nieuwe uitdagingen. Dus u vraagt waarom ik het leuk vind om zo'n werk te doen. Dit heb ik nog nooit gedaan. Ik heb houtbewerking gedaan. Ik heb handenarbeid met een macramé. Ik heb een cursus breien, naaien, knippen, die soort dingen heb ik allemaal gedaan. Ik heb verschillende andere studies gedaan met slechthorende kinderen, met kinderen, dove kinderen. En ik vond het interessant, omdat ik denk, dit is iets heel anders. Hè? Dit is echt iets wat ik... Ja, ik weet er niks van. Ik zou graag willen weten, hoe zit dit in elkaar? Ik ga het ook doen. Ook praktisch, om kleine dingen zelf te kunnen lassen. Dus dit is een tweeledig doel, hè. Toen ik op Meerzorg begon, Peperpot, toen ik daar die grond kocht en ging werken, heb ik binnen 2 jaar een swamp omgebouwd tot een bloementuin. Dus die mensen op Meerzorg noemden wel die Abakra vrouw Asik Meerzorg. Ik vond het altijd zo grappig. En als ik die jongens in de winkel zeg, zeggen ze, hey, oma, die is flexie, hè, flexie. En thuis ga ik zeggen, mijn zuster, wat is dat, flexie? Want ik wist het niet. Ik kwam uit en ik denk, flexie? Ja, flexibel weet ik. Ik zeg, het is een simpel woord. Ze hebben het afgekort tot flexie, maar ze bedoelen, je bent gewoon makkelijk om alles te doen en te durven te proberen. En je bent niet bang om dingen te doen. En daarom vinden ze je flexibel. Je rijdt auto. Ja, rijdt u nog auto? Ik zeg ja. Maar hoe oud bent u? Als ik ze zeg, zeggen ze, we geloven u niet. Moet je mijn rijbewijs of mijn paspoort? Dan lachen ze. Dus in Suriname vinden ze het geweldig. Ze vinden het zo apart. In Nederland is het normaal. In Amerika ook. In Amerika is het normaal. In Amerika werken mensen met 90 jaar nog. En als ik ze vraag, why do you work? You gonna pay for me my ziekenfonds? Ziekenfonds, je weet wat ik bedoel. Social security, hè? Dus je ziektekostenverzekering. Je ga je het voor me betalen. Daar in Amerika betalen ze niks voor. Je moet werken ervoor. 90 jaar, die mensen. Dus ik vind mezelf niet geweldig. Maar als je in een land komt waar men het niet gewend is, dan vindt men het natuurlijk vreemd. Ik ben een hobbyist. Dus eigenlijk wil ik meer kunstwerken maken. Dus buiten dat ik daar mijn kleine werkjes thuis kan doen, wil ik zelf ook kunstwerkjes gaan proberen te creëren. Om, ja, een soort, wat zal ik zeggen dan, een soort therapie is dat, hè. Je bent al oud en je wilt bezig zijn. En je weet, die theorie is, blijf bezig, want rust roest. Dus je moet echt bezig zijn. Mijn boodschap naar de Surinaamse vrouw is, probeer altijd iets te doen. Want wacht niet dat anderen je gaan helpen. Je moet altijd je initiatief nemen en durven. Durven,
Durven en doorzettingsvermogen zijn twee dingen. Je moet durven om het te beginnen. En je moet ook doorzetten en afmaken. Want dan ben je onafhankelijk. Want dat is altijd mijn devies geweest. Een vrouw moet onafhankelijk zijn. Je moet afhankelijk van een man zijn. Want je moet je eigen geld verdienen. Mijn man werkte, ik werkte, maar ik had mijn eigen geld. Dus, en dat vind ik prettig. Dus ik wil de Surinaamse vrouw juist stimuleren om eraan te denken, ga iets voor jezelf doen. En probeer daardoor jezelf, ja, jezelf verzekerd te zijn. Want dan ben je ook, je bent zelfverzekerd. Je weet, ik heb iets gedaan, ik ben niet afhankelijk. Kom mijn man te overlijden of laat die man me in de steek, kan ik mijn kinderen toch verzorgen. Dus dat is heel belangrijk. Nizar Makdumbaks, voormalig huisarts en auteur, heeft onlangs een boek uitgebracht. Foute dokters en de tabaksindustrie van Sumatra, zoals het boek heet, gaat over Nederlandse en Europese artsen in Sumatra die in het begin van de 20e eeuw de mensenrechten ernstig geschonden hebben. De rol van de artsen op de tabaksplantages was eigenlijk een heel slechte rol. En door heel veel deskundigen, artsen, de medische wereld, is dat in de doofpot gestopt en nooit zodanig beschreven. Door archiefonderzoek en literatuuronderzoek, en dan kom je tot een onderbouwing van al de conclusies die ik nu getrokken heb en de details die ik behandeld. Dus meestal zijn het afschuwelijke details, waarbij nogmaals er een misdaad tegen de menselijkheid geweest is. En gezien deze misdaden kon het niet zo zijn dat je als onderzoeker dat laat liggen. Dus de achtergrond probeerde ik te achterhalen. En naast archief- en literatuuronderzoek heb ik ook een aantal onderzoekers gesproken van of het klopt, of het juist is. En die hebben het meeste, de meeste feiten ook kunnen bevestigen met hun onderzoekingen. Dit boek is pas gepubliceerd. Dat komt nog. Eind mei zal er in Nederland een campagne uitgevoerd worden om meer bekendheid aan te geven. Maar Nederlandse artsen zullen toch, denk ik, belangstelling voor hebben, want het gaat over hun beroepsgenoten in die tijd. Ze zullen ten eerste niet willen geloven en ten tweede zullen ze misschien kritiek gaan leveren en later zal de discussie beginnen. Want de boodschap is van dat de huidige artsen toch rekening moeten houden met rechten van mensen van vreemde culturen. Dus niet alleen de rechten van de witte man en vrouw, maar ook van anderen. In dat boek komen heel veel pijnlijke momenten, maar de centrale rol hierin komt de zweepslagen die arbeiders kregen. Want de arbeiders moesten een contract tekenen, de coulee-ordonnantie. En een strafbepaling daarin was de penale sanctie, slaan met de stok. Als je te laat op het werk kwam, kon je 10 of 20 stokslagen krijgen. Maar als je na een paar dagen weer een fout maakte, werd je weer veroordeeld tot stokslagen met de rotandstok. En vaak zijn die wonden van de vorige pakslag nog niet genezen. Soms pussende wonden. En dan kwam de Nederlandse dokter kijken of hij nog een pakslag kon krijgen. En die keurde het meestal goed. Makdumbaks legt het verband tussen de inhoud van dit boek en Dag van de Arbeid, welke op 1 mei jongstleden herdacht werd. Het verband tussen de inhoud van dit boek en Arbeidersdag, Rokomandé, is duidelijk. De arbeiders die bezoeken vaak de bedrijfsarts of de controlerende arts. En vaak is het zo dat de bedrijfsarts zijn oren meestal laat hangen naar de kant van de werkgever en iets minder de werknemer. Misschien is dit boek toch een boodschap naar hen toe dat ze toch vooral voor de arbeidsrechten moeten opkomen. En vooral de medische kant, de gezondheid van de man. Want dat bevordert niet alleen de gezondheid van die werknemer of werknemster,
Maar ook de gezinssituatie. Het komt ten goede voor het gezin, voor de kinderen. En dus uiteindelijk zal het bedrijf toch meer winst aan hebben als hij een gezonde arbeider heeft. En niet gefrustreerd, psychisch toch onderuit gehaald door de bedrijfsarts. Behalve dat Magdombaks voormalig huisarts is, is hij ook voorzitter van de stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao. Het boek telt 514 pagina's.